We zijn hier bij elkaar vandaag in Amersfoort, in een prachtig mooi gebouw, de Veresmederij, voor het congres Samenwerken aan een waardig leven. En dat doen we met 5 zorginstellingen, Oro, Amerpoort, CISA, Twentse Zorgcentra en Cordaan. En die hebben gezegd, wij slaan de handen in één om in een netwerk van elkaar te leren hoe we nog beter dan we nu al doen, kunnen zorgen voor mensen met een handicap, mensen met een beperking. Je spreekt met mensen, andere organisaties, mensen uit het werkveld. En wat ik heel mooi vond vanochtend, is hoe die 5 organisaties met het thematiek aan de slag zijn gegaan. Dus dat is voor mij echt wel van toegevoegde waarde geweest, de ochtend. En ik denk de middag ook wel, ja. Ik denk wat inderdaad een mooi thema is, is samenwerken. Kleiner genomen zie je ook bij ons binnen Cordaan dat er meer samenwerking is. Kijk je in de keuken en je leert van elkaar. En nou ja, dat doen ze nu wat groter met de verschillende organisaties. Hoe doen jullie dingen? Hoe kijken jullie tegen dingen aan? Wat kunnen we van elkaar leren? En nou ja, dat zorgt voor nieuwe inzichten, dus dat is winst. Nu kunnen we zorgen dat het waardigheidsparadigma ook echt daadwerkelijk een plek krijgt in ons dagelijks handelen. Dus het echte gesprek moet op tafel. De dialoog moeten we aangaan met elkaar. En op zo'n dag als vandaag vinden mensen elkaar. Bij de broodjes, bij de soep, bij de koffie. Ja, ik denk dat het een gouden dag is.